mag ik nog doorleven of nadert de dood? Het is niet helemaal de uitslag waar we op hadden gehoopt. Hallo patatjes, welkom bij weer een nieuwe video. Hopelijk wordt dit een hele goede video, want het is die day. Heel erg spannend, want ik krijg vandaag een telefoontje. Mag ik nog doorleven of nadert de dood? Want dat is gewoon eigenlijk een feit van het bericht wat ik nu over de telefoon ga horen waarschijnlijk. Het zwaard van Damocles hangt boven mijn hoofd. De uitslag is binnen en het is niet helemaal de uitslag waar we op hadden gehoopt. Helemaal niet gewoon? Nee. Niet helemaal. In principe ziet het er goed uit. Maar je voelt hem al. Maar er is wel iets gezien in mijn oksel aan de linkerkant. Een klein plekje in mijn lymf waarschijnlijk. Die toch voor alle zekerheid even wil onderzoeken middels een echo. Hij zei er wel bij van, ja, ik denk echt niet dat het wat is. Maar ja, liever het zekere voor het onzekere. Maar ook omdat het juist aan de andere kant zit dan dat mijn zieke borst was. Denkt hij niet dat het wat is. Hij zei ook van, ja, weet je, en als het wel wat is, dan het is heel klein, dus dan zijn we er vroeg bij en dan halen we het weg. Dus zo nonchalant zei hij het dan wel weer. Dus daar probeer ik dan maar mijn houvast aan te hebben van, stel dat het niet goed is, dan praat hij er blijkbaar wel vrij nonchalant over dat het dan weggehaald kan worden. Toen het aan de rechterkant in mijn lymf zat, zeiden ze ook van, ja, het is een regionale uitzaaiing. Dus daar kunnen we nog wat mee. Maar ja, weet je, ik had gehoopt met vleugels de deur uit te stappen. En nu loop ik toch een beetje met een mankvleugeltje. Een mankvleugeltje nog. Ik kan niet helemaal heel blij zijn. De klachten die ik ervaarde waren, ja, zaten echt in mijn ribben. Ik had hele gevoelige ribben. Het is het allemaal een beetje vaag. Ik kan het niet goed uitleggen. Maar dat hield echt wel een hele tijd aan. Waardoor ik me er steeds drukker om ging maken. Omdat ik toch een beetje in gedachten probeer te houden van, ja, weet je, als het morgen weg is, dan is het niks. Want ja, is het een uitzaaiing, dan wordt het alleen maar erger. En dan gaat het niet ineens weg. Maar dit hield best wel lang aan, voor mijn gevoel dan in ieder geval, al een week. Dus op een gegeven moment had ik daar echt wel veel paniek van op een gegeven moment. En dan kan je het niet meer afsluiten en dan ben je er alleen maar mee bezig en voel ik het nog. En dus ja, dat is de reden waarom we de PET-scan hebben gedaan. Ook heb ik heel soms in mijn nek een beetje een gek gevoel, alsof er een beetje een dove gevoel. Maar het positieve is dus dat daar op de scan helemaal niks van te zien is. Ook geen ontstekingen of dat soort dingen. Dus dat is dan wel weer geruststellend. Alleen ja, dat kleine plekje dan in mijn oksel, dat je echt denkt, wat de hel is dit nou weer, man? Ja, dat vond ik in dit geval ook zo frustrerend. Dat hij dus heeft gezegd dat het zeer waarschijnlijk geen uitzaaiing is en dat het heel waarschijnlijk iets anders is. Maar dat iets, ja, wat kan het dan nog meer zijn? Ja, ik heb daar ook niet naar gevraagd, eerlijk gezegd. Want je bent toch ook,
ja, je hoort het wel aan en het dringt wel tot me door, maar je bent dan toch ook niet op dat moment misschien assertief genoeg of zo om wat te zeggen. Maar het... Ja, je bent ook een beetje met stomheid geslagen natuurlijk. Ja. Dat hij toch zegt van, ja, er zit toch wel iets, maar we weten niet wat. Oké. Dus volgens mij ben je vanaf dat moment ben je al gewoon uit. Wat moet ik hiermee? Ja, en het was echt een hel van een dag. Want ik werk ook met afspraken. Dus dan weet je al dat je eigenlijk een soort van de klanten moet voorbereiden van... ja, het kan zijn dat ik een heel belangrijk telefoontje krijg. Wanneer gaat hij bellen? Dan moet ik dus bij de klant weglopen. Je hoort al, je ziet alweer een beetje voor je dat hij misschien gaat zeggen... Hé, hey René, met dokter... Ik heb slecht nieuws. Dan voel je dat gewoon alsof het op dat moment gebeurt. En precies vandaag belde jij, 's ochtends. Toen ging mijn telefoon naar zelf. Ik schrok me helemaal kapot, want ik dacht, het is al de arts. Toen belde Jennifer. Toen belde Ziggo. Ik zeg, ja, really? Precies vandaag? Moet iedereen ineens gaan bellen? Nou ja, hij zou dus in de middag gaan bellen. En om 3 uur had ik nog niks gehoord. En je snapt wel dat ik vanaf 12 uur gewoon elke minuut op mijn telefoon zat te kijken of ik niks had gemist. Ja, en ik wist het niet eens dat het middag was, dus ik zat al vanaf 9 uur. Ja. Nou ja, dus uiteindelijk heb ik zelf het ziekenhuis gebeld van... joh, kan ik misschien even een tijdindicatie krijgen? Want ik ga je kapot van de zenuwen. Ja, dat konden ze dan niet geven, maar ze zei wel... ja, hij heeft het heel druk en ook veel telefonische afspraken en zo. Maar dat heeft helemaal niks met de uitslag te maken. Want ik dacht al, oh, hij heeft nog niet gebeld. Het is helemaal mis. Nou ja, het is niet helemaal mis. Maar het is ook niet helemaal goed, waarschijnlijk. Of misschien wel, maar... het, ja. Ah. Je bent toch niet helemaal opgelucht. Je wil gewoon uitslag, je wil gewoon weten dat het helemaal goed is. Maar ja, ik ben dus wel blij dat ik de scan heb laten doen. En dat we in ieder geval... kunnen constateren. Oh ja, dat doe ik mee hoor. Ja. Dat we kunnen constateren wat het is, zeg maar. Ja, we moeten sowieso weten wat het is. Ja. Als het niet goed is, moet het eruit. Ja. Dus dat. Dus ja, ik hoop zo snel mogelijk bij jullie erop terug te komen. Als het goed is, heb ik deze week de echo. Vannacht was echt even spoken. Jessie die was echt aan het spoken. Die riep en ineens was hij ergens bang voor. Maar hij vertelde me niet waarvoor. Maar hij wilde bij ons. Nou, dat ligt natuurlijk ook voor een meter. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar die van ons die draait en doet. En dan heb je weer een elleboog in je gezicht. En hij ging wel heel lief bij jou zo. Om jou heen en zo. Allemaal heel lief bedoeld. Maar je denkt, ga opzij. Nee, er komen... Maar ik heb heel erg last van mijn kussen. Oh, oké. Okay. Ik moet echt... Een ander kussen. Ja, maar deze zijn vrij nieuw. Maar ze liggen ook niet lekker. Nou, de herde wel eens. Ja, ja dus we waren ook nog echt hartstikke kapot. En om 5 uur 's nachts zei ik van... Nou, ik breng je weer terug naar je bed. Ja. Oh my god. Dat hij niet stil ligt, daar heb ik... Nee, ja, maar dat bedoel ik. Hij ligt niet stil. Ja. Hij draait, want hij is zelf ook heel onrustig. Hij vindt het eigenlijk helemaal niet prettig om tussen ons in te liggen. Want hij kan niet om te slapen, nee. Nee, hij kan zijn draai helemaal niet vinden. Nee. En wij ook niet. Ik dacht op een gegeven moment, ik laat jou hier en ik ga in zijn bed liggen. Nou, ik dacht inderdaad, ik ga naar het logeerbed. Ja. Maar dat was helemaal waar geweest. Jij in zijn bed, ik in het logeerbed en Jessie in ons bed. Ja. Ja. Man. Ja. Ja, dus we hebben weer iedereen zo goed als op de hoogte gesteld. Nou ja. Dus wij gaan eventjes... relaxen en weer even natuurfilms kijken in bed. Want we kijken tegenwoordig eigenlijk telkens natuurfilms. Hè? En dan vallen we dan mee in slaap. Over het dierenrijk, maar ook over
over het heelal en zo. Het is wel echt knijterinteressant. Nee, het is wel echt heel interessant. Natuurfilms maken vind ik ook leuk. Nee, we gaan even ophangen, doei. Goedemorgen. Nou, ik ben even een bak koffie aan het zetten. Dadelijk om 9:50 moet ik naar het ziekenhuis. Althans, moet ik er zijn. Want dan krijg ik de echo van mijn linkeroksel. En ja, misschien dat ze gelijk een biop doen. Ik weet het niet. Ja, toch weer een beetje spannend. Ondertussen moeten we helaas wat van onze gereedschap ter reparatie sturen. Dat is wel grappig. Want ja, dus ze verliezen druk en nou ja, het werkt niet. Maar iemand komt er blijkbaar ophalen en onze printer is leeg. Dus ja, dan krijg je natuurlijk niet goede streepjes om de barcode te kunnen scannen. Dus ik heb even aan mijn overbuurvrouw gevraagd of zij een werkende printer had die we mochten lenen. En dat is gelukt. Dus dat is echt super fijn en zo blij met mijn buurtjes. Echt super lief. Dus nu kunnen we hem gelukkig alsnog opsturen. Zij zou dus eventjes de zilver brengen naar school, want het regent. En dan is de auto toch wat fijner. Alleen je staat dan wel een beetje soort van in de file. En ik had zoiets van, als het nodig is, dan moet ik wel op tijd weg kunnen. Mijn moeder is gisteren geopereerd. Dat lijkt goed te gaan. Ja. Dus dat is wel heel erg fijn. En ze was met een roesje. Dus niet met narcose. Waardoor ze dus ook niet heel erg misselijk is geweest. En ja, dat scheelt natuurlijk echt de wereld. Ze ging zelfs lopend het ziekenhuis uit. Dus dat is wel heel fijn. Mijn zus Jennifer die is even lekker bij haar gebleven. Gewoon ter controle. Dus dat is wel fijn. Dus hopelijk vandaag van mij ook. Zodat we allemaal opgelucht kunnen ademhalen en doorleven. Iedereen, ik wilde even laten weten dat ik wat sneller achter elkaar de vlogs online zal gooien, omdat jullie zo ontzettend meeleven en ja, dat waardeer ik enorm. Dus ik probeer op deze manier weer zo snel mogelijk elk nieuws wat ik krijg of wat ik heb gedaan met jullie te delen. Dus vandaar deze video. Ik hoop heel snel bij jullie terug te komen bij de definitieve uitslag. En ik hoop met heel mijn hart dat het goed nieuws gaat zijn. Tot de volgende video. Heel erg bedankt voor het medeleven. Daarvoor van mij een duimpje omhoog naar jullie. Ciao.